Hoi, super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Het is weer tijd voor een favoriete video. En dit keer zijn het de favorieten van april. Ik heb alweer een heleboel favoriete producten van mei liggen. Dus het was hoog tijd om de favorieten van april te gaan laten zien. Ik kan je vertellen dat er weer veel Essence en Catrice bij zit. Dit zijn gewoon twee low budget merken. En een van mijn twee favoriete merken die ik graag gebruik. Dus die ik ook vaak test. Mocht je benieuwd zijn naar de producten die ik je ga laten zien, zou ik zeker zeggen, kijk even gezellig mee met deze video. Ik begin dan ook gelijk met een product van Essence. En dit is de Vibrant Shock Lip Paint. Ik heb hem in de kleur 02 Bloody Mary. En dit is gewoon een product voor de lippen. Ik moet zeggen, ik vind deze kleur heel erg mooi. Ik hou heel erg van rode lipsticks. Dit is een soort vloeibare lipstick. Het is een beetje, het heeft de formule van een gloss, maar hij droogt wel vrij mat op. Hij plakt niet. Dus dat vind ik echt heel erg fijn. De kleur is echt super intens. Er zit gewoon een heel erg normaal applicatortje bij. Die ziet er gewoon zo uit. Het is echt een hele intense kleur. Ik vind wel dat deze producten echt even indroogtijd nodig hebben. Dat is misschien het enige waar ik even aan moest wennen. Omdat ik dat niet gewend was. Maar ik vind het echt een hele mooie kleur. En ook een heel fijn product. Ik denk zelfs dat ik misschien nog wel meer kleurtjes zou willen toevoegen aan mijn stash. Omdat dit gewoon echt een heel fijn product is die ik graag gebruik. Hij valt onder de liquid lipsticks. Gewoon omdat hij toch een matte uitstraling heeft als hij opdroogt, ben ik hier heel blij mee. Dan heb ik van Catrice de Aqua Fresh Highlighting Eyeshadow. Die zit in dit potje. Ik heb hem in de kleur 020 Luminous Sensation. Dit is inderdaad een oogschaduw die highlights heeft. Ik zal hem even laten zien. Het is een vloeibaar product met heel veel pigment. Mij leek het heel erg leuk om deze aan te brengen over een ooglook heen. Dus over een oogschaduw heen om wat meer effect te creëren. Maar in feite is het eigenlijk helemaal niet nodig omdat hij zo gepigmenteerd is. Dat je eigenlijk gewoon hem ook gewoon los kan gebruiken als een gewone oogschaduw. De kleur is echt heel erg mooi. Nu krijg ik het bakje niet meer dicht. En dus heel erg gepigmenteerd. En ook gewoon natuurlijk gewoon super fijn bijvoorbeeld voor alleen in de ooghoeken of op het bewegend ooglid. Maar ook als een gewone oogschaduw vind ik dit heel fijn. Ik moet wel zeggen dat hij bij mij gewoon op de ogen een beetje irriteert. Maar ik heb dat heel snel met vloeibare producten. De oogleden bij mij die zijn gewoon wat gevoeliger. Poeder gaat altijd prima, maar met dit soort producten irriteert het altijd heel eventjes. Maar het resultaat is wel super mooi. Dus ik ben hier eigenlijk ook heel tevreden over. Dan heb ik deze Strawberry Lip Balm. En deze komt van de Action in een heel erg leuk blikje. Dit is een lippenbalsem met strawberry geur. Het ruikt echt super lekker. Hij is gewoon doorzichtig, dus kleurloos. Maar het is wel een hele fijne lippenbalsem. Hij verzorgt eigenlijk best wel goed. Het is best wel prettig als je hem aanbrengt. Best wel een lekkere dikke laag. En dan verzorgt hij je lippen ook zeker. Ik vind hem ook vooral heel erg leuk. Ook vanwege die doosjes. Natuurlijk ook gewoon al super leuk om bijvoorbeeld cadeau te doen. Maar het is echt een hele fijne lippenbalsem. En die strawberry geur die vind ik dan nog wel weer een extraatje die ze hebben toegevoegd. Het is echt heel erg fijn. Dan een mascara van Essence. En dit is de Instant Volume Boost Mascara. Dit is een Smudge Proof en Intense Black Mascara. En je wimpers zijn klaar in 10 seconden. En deze heeft een paarse verpakking. En deze belooft eigenlijk gewoon echt extreme volume. En ik zie ook echt daadwerkelijk verschil als ik deze mascara draag. Dat hij echt een volume boost geeft aan mijn wimpers. Dit kun je ook al een klein beetje zien aan deze borstel. Normaal verwacht je eigenlijk een hele grote borstel. Dit is een vrij normaal borsteltje, maar hij geeft wel echt volume.
Ook vind ik het zelf heel prettig dat dit eigenlijk gewoon een lekkere dikke mascara huls is. Ik hou hier altijd wel van. Dit zie je ook gewoon eigenlijk heel vaak bij die volume boost mascara's. Want kijk maar naar de mascara's van Maybelline bijvoorbeeld. Die hebben ook altijd zo'n hele dikke huls. Dat heeft deze ook. Ik ben echt heel verrast door deze low budget mascara. En ik vind hem echt heel erg fijn in gebruik. Dan heb ik van Catrice een brouwpalette. En dit is het Matte & Glow Powder & Wax brouwpaletten. Deze, ik heb hem in de kleur 010 Now Flashlights. En dit is dus gewoon een heel klein mini paletje met een heel klein itty mini borsteltje er ook bij. Met een kleine spoelie en een schuin afgesneden stukje. Die laten we even voor wat het is, want die test ik nooit. Maar dit is dus de poeder. Je hebt een gewone poeder, een poeder met een glans erin en de wax. Wax ben ik zelf niet zo heel erg fan van, dus die heb ik niet gebruikt. Maar als je je wenkbrauwen echt goed op zijn plek wil hebben, kun je natuurlijk wax gebruiken. Ik kies dan persoonlijk altijd liever een mascara, zeg maar, voor de wenkbrauwen. Maar ik vind het echt heel erg mooi. Ik vond zelfs die glow eigenlijk best wel leuk. Ik heb die allebei geprobeerd en eigenlijk vind ik het best wel een grappig effect. Het is echt niet dat je ineens met glitter wenkbrauwen rondloopt. Absoluut niet. Er zit een hele subtiele glitter in. En ik vond het helemaal niet misstaan. Ik vind de kleur heel erg mooi. Je kunt je wenkbrauwen er goed mee opvullen. Ik vind het paletje voor de afwisseling wel heel erg leuk, moet ik zeggen. Dan heb ik drie oogschaduwbasissen. Deze zijn van Miki. Ik weet niet zo goed hoe ik dit uit moet spreken, maar deze komen van Action. Ik begin even met de witte variant. Dat is deze. Dit is de Eye Makeup Base Prime and Perfect. Dit is gewoon een hele normale oogschaduwbasis. Je oogschaduw blijft echt op zijn plek zitten met deze oogschaduwbasis. Dit zijn tubetjes van 10 milliliter. Maar deze werkt echt super goed. Ja, geeft gewoon eigenlijk een net een wat intenser effect, vond ik zelf. Ik zag zeker verschil. Dan heb ik een blauwe variant. En dit is de Hydrating Prime and Boost. Ook deze maakt de kleur van je oogschaduw echt intens. Maar deze heeft ook gewoon een hydraterende werking voor je oogleden. En dat vind ik wel heel erg fijn. Omdat, zoals ik al vertelde, mijn oogleden best wel vaak wat droger zijn. En deze die hydrateert de boel gewoon een beetje. En dat vind ik ook heel erg prettig. En ik vind dit intense oogschaduw die je ervan krijgt super mooi. En ze houden ook je oogschaduw lang op zijn plek. Dan heb ik de laatste en dit is een roze variant en dit is de Illuminating Prime and Highlight. Deze die geeft echt een highlight effect. Dit is echt gewoon een soort van highlighter, maar dan in een oogschaduwbasisvorm. Ja, je krijgt echt een soort wow effect hiermee. Je geeft je ooglook net nog een wat intenser idee omdat je een highlighting gebruikt. Ja, het wordt net een wat specialer effect. Ook intenser, maar ook wel wat specialer doordat hij eigenlijk wordt opgelicht door de highlighter. Ook een hele fijne. Dus ik kan deze drie oogschaduwbasis zeker aanraden. Zijn lekker low budget en werken echt super goed. Het is natuurlijk wel zo bij de Action dat je nooit weet hoe het assortiment verandert. Dus nu kunnen ze er zijn, maar ze kunnen ook zo weer weg zijn. Dus, maar ik vind het heel fijn en ik hoop dat ze ze in het assortiment houden. Dan heb ik een aantal producten uit een limited editie van Essence. En dat was de Glow Limited Editie. Allereerst heb ik een highlighter palette. Dit is de 01 Like It's Girls Night. En hier zitten vier kleuren highlighter in. Ik ben niet van alle kleuren even fan, maar over het algemeen hebben ze veel pigment. Er staat ook een tekst in, maar ik denk niet dat die voor jullie heel goed leesbaar is. Er staat It's Girls Night in. Hele mooie highlightkleuren. Net wat ik zeg, als ik alles als highlighter zou gebruiken. Deze kan bijvoorbeeld prima als blush. Maar deze zou ook prima kunnen als een bronzer. Maar ze zijn wel heel gepigmenteerd. En ze zijn best wel mooi. Dus ik ben hier eigenlijk best wel tevreden over. Ondanks dat ik niet alle kleuren zou gebruiken die erin zitten. Omdat ik niet alles mooi vind staan.
Dan heb ik ook een Basic Metallic Highlighter uit die lijn. Dat is deze. Deze heeft de naam 01 Like Everything's It's All Right gekregen. En dit is een hele mooie highlighter in een gouden kleur. Je kunt goed het baked effect zien doordat hij bol is. Heel veel pigment ook. Hele mooie highlighter. En echt, ja, super tof. Echt een hele leuke ook. Dan heb ik ook een Glow Setting Powder. Deze heeft de naam 01 Like a Jewel on the Crown. Het is nou niet dat je echt een glimmend gezicht krijgt hiervan. Het is wel gewoon ook een mooie poeder, zeg maar. Maar het is niet dat je een heel glimmend gezicht krijgt. Een hele lichte glow geeft hij wel. Maar het is niet dat je echt als een juweeltje rondloopt zoals de naam doet bedenken. Maar hij is wel fijn in gebruik. En dan het allerlaatste product uit die lijn. En dat is deze Multi-Use Liquid Highlighter. Deze zit in een tubetje. Deze heeft de naam 02 Like You're Hugged by Your Loved Ones. En dit is dus een roze highlighter die echt heel gepigmenteerd is. Heeft een kleine opening, dus er komt niet te veel product in één keer uit. Vind ik zelf altijd wel heel belangrijk. Het effect van het tubetje vind ik ook wel leuk. Ik weet niet of het voor jullie goed zichtbaar is, maar hij kleurt een beetje mee, zeg maar. Een beetje regenboogkleuren. Een goed gepigmenteerde highlighter die ook zeker heel fijn is. Dus die vond ik ook heel tof. Dan heb ik ook een limited edition van Catrice tussen zitten. En dat is de Active Warrior limited editie. En dit is echt een hele mooie limited editie. Ik vind de producten er heel mooi uitzien. Heel mooi blauw met een druppel effect erop. Hij weerspiegelt onwijs in de camera. Maar het is echt een hele mooie. En dit is dus een gewone poeder. Dit is de C01 Ready Set Go. Freezing powder. Nou, het zal allemaal waterproof zijn. Ik heb ze niet mee gezwommen, dus dat kan ik niet beoordelen. Maar dit is echt een editie die ook heel erg op sport gericht is. Heeft een mooie spiegel hierin. Vind ik heel mooi. Het is gewoon een normale poeder. Poedert je gezicht prima af. Blijft goed zitten. Dus helemaal niks mis mee. Echt een hele fijne poeder. En het uiterlijk vind ik gewoon prachtig. Dan zat er ook een luminizer in. En dit is eigenlijk gewoon een highlighter ook. Deze heeft de naam Gim Beam gekregen. Echt een hele mooie highlighter. Heeft zo'n kwastje en echt veel pigment. Het is ook echt een heel fijn product. Ik ben hier altijd heel erg dol op. En ik merk wel dat deze producten gewoon goed werken. En ook weer dat mooie druppel effect komt hierin terug. Ook uit die collectie heb ik de Epic Sexproof Lip Ink. Ik vind de naam een beetje bijzonder, maar oké. Ik heb hem in de kleur C02 Heatwave. En dit is een hele mooie roze lipstick. Droogt ook mat op en echt een heel erg mooi kleurtje. Heeft ook weer die blauwe bovenkant, wat ik heel tof vind. Echt een fluoriserend kleurtje die echt heel erg leuk is, ook voor de zomer vind ik zelf. Dus ben ik ook heel blij mee. Ook zat er een instant blurring stick in deze lijn. Ook weer in diezelfde verpakking, wat ik heel erg tof vind. Heeft deze ook nog een bijzondere naam gekregen. C01 Transparant. Het is gewoon een transparante stick die je gewoon over je gezicht kunt aanbrengen. Als een soort van primer. Maar ook bijvoorbeeld gewoon op bepaalde delen van je gezicht waar je snel glimt. Want hij is matterend. Dus zeker een hele goede basis voor onder je make-up. Zodat je zeker weet dat je niet een glimmende worm wordt. Dan heb ik ook nog een eye pencil, moet ik zeggen. Hierin zit ook een puntenslijper in de dop. Dat werkt zo. Als je erin hebt zitten en je wil hem scherp hebben, moet je hem gaan draaien. Ik ga het nu niet doen, want hij is nog scherp. Deze heeft de naam 01 The Greatest Alive. En je draait hem open en dan
is dit gewoon het oogpotloodje. Een heel fijn oogpotlood die ook heel goed blijft zitten. Ik vind hem niet echt grijs. Ik vind hem ook wel een beetje naar het zwart neigen. Ik dacht eerst toen ik de verpakking zag dat hij bruin was. Maar ja, het is een beetje grijs-zwartachtig. Maar een heel fijn oogpotlood, moet ik zeggen. Het laatste product uit die lijn is de Make-up Freezing Spray. En het is gewoon een spray die je over je make-up kunt sprayen. Heeft deze nog een naam? Nee, volgens mij niet. Het is een lichtgewicht spray. Je voelt hem ook bijna niet. Maar het is wel een hele lekkere, verfrissende spray die je make-up goed op zijn plek laat zitten. Dus ik ben ook heel blij met deze spray. En ik blijf gewoon zeggen dat ik die verpakkingen gewoon heel mooi vind. Door dat blauwe bovenop met die soort druppels erop. Dan een product die ik niet heb gereviewd op mijn blog, maar waar een video van is verschenen op mijn kanaal. Die kan ik hierboven ook wel eventjes linken, want dat is het Charcoal Facial Mask. En dat is een blackhead peel-off masker en deze komt dus van de Action. Hier was ik heel blij mee. Als je echt wil weten hoe dit werkt en wat mijn hele mening ervan is, raad ik je aan om de video even te kijken. Maar ik vond het dus wel een heel fijn masker, dat kan ik wel zeggen. Ik ga hem eventjes eruit halen. Het is een hele grote tube. Vind ik heel fijn. Het heeft 100 gram. En heeft een gewone opening. Het komt al een beetje eruit. Dus ik ga hem snel dichtdrukken. Anders wordt alles hier zwart. Maar echt een heel fijn masker. In vergelijking met de andere masker die ik wel eens heb getest. Er zit ook een spateltje bij. Ik ben het spateltje kwijt. Nou, er staat dus ook een spateltje bij. Die moet ik nog wel ergens hebben. En een beschrijving. Maar echt een hele fijne masker die ik je zeker kan aanraden. Dan heb ik een matte lipstick. En deze is van het merk Oliver. En dit is gewoon een lipstift van AliExpress. In de kleur 36 Iris. Een hele mooie donkere lipstift. Ik wilde gewoon eens wat lipproducten testen van AliExpress. En ik ben met deze lipstick heel tevreden. De vorm doet me een beetje denken aan lipstick van MAC. Maar het is echt een hele mooie gepigmenteerde lipstift. Heel mooi kleurtje. Ruikt ook heel erg lekker. Totaal niet chemisch of wat dan ook. Heeft een hele fijne geur. Ziet er ook heel erg mooi uit op de lippen. Blijft ook best wel redelijk zitten. Hij geeft wel af voor een matte lipstift. Dus het is niet zo dat je hem echt de hele dag kan laten zitten. Je moet hem wel tussendoor bijwerken. Maar ik vond het wel een hele fijne lipstift. En ik vind de kleur heel mooi. Ik vond het ook heel mooi dat hij gewoon in een doosje aankwam, zeg maar. Dus ja, echt wel een hele mooie lippenstift. Ik kan de ingrediënten niet lezen. Want daar zit een stickertje op uiteraard. Maar ik was eigenlijk wel heel erg tevreden over deze lippenstift van AliExpress. En die was ook super low budget. Dan heb ik een palette. En dit is een palette van Essence. En dit is het Essence Rain or Shine Color Me Rainbow paletten. Het ziet er zo uit. Super leuk paletten. Hier zitten zowel producten in voor de ogen als voor het gezicht. Ik zal hem even openmaken. Er zit een blaadje op. Heel erg leuk ook met kleine hartjes. In het spiegeltje zit ook een heel erg leuk stickertje. Ik weet niet of je dat goed kunt zien, maar ik vind het in ieder geval heel erg leuk. Er zit een heel klein applicatortje bij hier in de zijkant. Je hebt hier een gewone poeder, een bronzer en een highlighter. En dan heb je dus vier kleuren voor de ogen. Heel erg gepigmenteerd. Ik ben wel meer tevreden over de kleuren voor de ogen dan voor het gezicht. Dat vond ik een beetje tegenvallen, maar ik vind het wel een heel erg leuk paletje. En weet je, ik vond die bronzer en die poeder vond ik wel oké, maar de highlighter die zag ik niet zo terug. En dat vond ik wel jammer, maar voor de rest ben ik wel heel erg tevreden over dit paletje, omdat ik hem echt heel erg mooi vind. Leuk uiterlijk ook, echt een super tof paletje. Gewoon heel erg leuk vormgegeven ook. Dus heel erg leuk paletje van Essence. Dan ben ik toe aan het allerlaatste product en dat is deze I Heart Revolution I Love Surprise Angel. Dit is een eitje. En hier zitten dus producten in.
je hebt hier twee producten voor het gezicht. Twee highlighters. Ik vind het eigenlijk allebei echt highlighters. Je zou denken, dit is misschien een blush, maar dit is ook zeker een highlighter. En dan heb je vier kleuren voor de ogen. Vijf kleuren voor de ogen. Het zijn ook super gepigmenteerd. Hele mooie kleuren erin. Ik ben er echt heel erg tevreden over. Echt een heel erg leuk... eitje met leuke producten erin. Je had hem in verschillende kleuren, maar deze kleuren die spraken mij het meeste aan. Dus daar ben ik voor gegaan. Die vond ik ook super tof. Dan waren dit alweer al mijn favoriete producten van april. Leuk om weer eventjes een terugblik te krijgen van wat ik ook weer allemaal heb getest. En ik ben ook blij dat ik de spullen nu aan mijn stash kan gaan toevoegen, zodat ik ze ook weer lekker vaak kan gaan gebruiken. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie misschien wel bekend zijn met een van de producten die ik je heb laten zien. Of dat je er zelf misschien benieuwd naar bent. Ben je nou benieuwd naar de volledige reviews? Kan je ook even een kijkje nemen op mijn blog. De link staat hier in de beschrijving erbij. Daar staan uitgebreide reviews online van de producten die ik je heb laten zien. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. Mocht je op de hoogte willen blijven van mijn nieuwste video's, kun je je gratis abonneren. Als je ook op het belletje drukt, krijg je een melding zodra er een nieuwe video van mij online komt. En dan hoop ik je bij de volgende video weer te zien. Doeg!